Ik voel me zo kloten vandaag. Oh, wat is dit hoop gedoe. Oh my god. Alles is gelukkig nu gefixt. Nou, het is inderdaad miscommunicatie geweest. Tof ook renderen. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En het is nu, kijk, bijna 12 uur alweer. Ik heb echt te lang geslapen. Gelukkig is het weekend, dus het maakt niet uit. Maar ja, ik ga in ieder geval even klaarmaken om wakker te worden. Lekker daar koffie drinken. En ja, morgen weer werken. Nu, in ieder geval, is het maandag. Ik ga nu even lekker douchen, aankleden. En dan voor de rest zien we wel. Ik denk lekker gamen. Even lekker rustig aan doen. Want ik moet nog echt was ook nog doen. En ik ga in ieder geval dingetjes in huis doen. Nou, zo zeggen. Dus dat moet nog gebeuren. Ik ga in ieder geval nu lekker douchen. Nou, en dan ben ik lekker gaan douchen. Oh, dat is even lekker. Nu maar even lekker raadje aan. En mijn grote vriend Kanya eten geven. Hé, Kanya? Ja, komt eraan, jongen. Zo. Maar even radiotje aanzetten en dan daar editen. Ik was een klein beetje om deze ding op de computer aanzetten. Maar wat ik zelf ga doen is lekker een bak koffie zetten. Een bakje pleur voor goede meur, voor geen gezeur. Dus dat. En dan ga ik nu maar de koffie zetten. Zo. Zo. Bakje even daar neerzetten. En dan mijn grote vriend kan je eten geven. Dan doen we het ook gebeuren. Die wil eten, hè? Hè, boef? Dus die ga ik hem naar eten geven. En dan duw ik voor de rest wel. Zo. Kijk eens, jongen. In de tussentijd ga je koffie zetten. En maar lekker wakker worden. En voor de rest zien we wel. In ieder geval de was even opruimen. Kan het ook gebeuren. De rolgordijn lekker open. Heerlijk. Oh. Om te wat genieten. Dus tijd even je kat erin te opruimen. Oh, ik heb een kattenganja. Dan ben ik blij dat ik nou mijn slof loop namelijk. Zo. Ik ben blij dat ik mijn slof loop. Want als ik al een kattengrint aan mijn sokken gehad. Nou, zit die ook aan mijn sloffen nou. Maar dat maakt niet uit. Hoppakee, die hebben we gehad. Nu mijn koffie. Een bakje pleur voor goede meur, voor geen gezeur. En dan lekker wakker worden maar. Met een bak koffie. Super lekker weer. Om van te genieten. Nu maar koffie. En dan editen maar. En dan voor de rest maar dadelijk even de was doen. Mijn eerste editen. En dan de was. Ik voel me zo kloten vandaag. Wat er is. Er is een nieuwe update waar ik mee edit. En dan moet ik een soort van nieuw betalen. Maar ja. Ik had al betaald. Nee, ik snap er geen zak van. Ik snap, dan gaat het toch automatisch, lijkt mij, naar een andere functie. Dat is een soort van overstap. Maar nu geeft hij aan dat ik nieuwe betalen weer. En ik snap er geen zak van. Echt totaal niet. En ik had mijn moeder al voor zekerheid even gestuurd. Ja, ik snap er geen klote van. Ja, ik snap er helemaal geen zak van. Maar ja, ik ga even nadenken hoe ik dit allemaal ga oplossen. Want ik ben wel vast editor, maar ik ben eerst was ik de hele tijd aan het kijken hoe en wat. En door de frustratie heb ik zojuist een van mijn muis kapot gemaakt, letterlijk. En dat is deze. Daar bouw ik ook van. Maar ja, oh, word ik hier moe van. Maar ja, dit is wel even een update wat ik even wil melden. En ja, ik ga even denken wat ik moet doen. Ik snap er geen kloten meer van. Ik bouw hier echt heel erg van. Maar ja, ik kan niet anders dan accepteren. En het bij neerleggen, maar ja, de ene kant vind ik het ook niet leuk, maar ik hoop dat deze vlog ook online is gekomen, maar die andere, dat alle, die andere waar ik mee bezig ben, dat dadelijk ook online kan komen, zonder watermerk, want dat wil ik gewoon niet hebben, dus ja, ik ga even onderzoeken hoe ik het op ga lossen. Oh, wat is dit hoop gedoe, oh my god, want ineens automatisch, ik weet niet hoe het zelf kwam, dus ik vond het echt zo raar. Een oude versie kan ik nergens meer downloaden. Tussentijd ga ik even snel een ijsje eten. En dadelijk maar met de groep eten ophalen. Hoe we dat precies gaan doen is de tweede vraag. In ieder geval nu even ijsje. En even alles laten zakken. Links laten liggen. En als het goed is komt het hier dadelijk wel
goed uit. Ik ben proberen, nog 11 probeer ergens een fix om te downloaden. Maar, want ik had alle film, ik edit ermee met Filmora 11 altijd. Maar sinds een maand geloof ik, als ik het goed heb, kan ik die nergens meer vinden. Dus ik zit ook overal te zoeken of ik die ergens nog kan krijgen. Maar nergens bekennen. Dus daar baal ik al een beetje van. Dus ik zit overal eigenlijk al te zoeken van of het nog mogelijk is om Windows Filmora 11 te downloaden. Maar overal geeft hij 12 aan, terwijl ik 12 niet wil hebben. Dus dat vind ik heel gek. Dat nergens lukt en dat overal aangeeft dat het 12 is. 12, 12, 12, 12 en 11, no way. En dan zie ik een paar. Ah, hier. Oh, wacht, ik zie wel hier iets. Wacht even. Even kijken wat download. Kijken of het iets lukt. In de tussentijd even mijn telefoon maar even ook in de gaten houden. Want even een paar keer even mijn moeder over gehad. Hoe en wat. En kijken of we eruit komen. Maar ik ben nog steeds mee bezig. De hele tijd. Dus ik ben nog bezig aan fixen. Normaal zou ik de was doen. Die heb ik ineens geen tijd voor gehad. Dus dat doe ik denk even morgen. Want vanavond heb ik geen zin. Dan wil ik op tijd slapen. En ik ben de hele dag bezig geweest om te fixen. Om toch te downloaden, de 11, maar geen verkul. Lukt totaal niet. Ik baal er wel enorm van. Alles is gelukkig nu gefixt. Nu maar even eten opwarmen, want er is miscommunicatie gegaan tussen mij en begeleiding. Dat ik mee zou eten, dat kan gebeuren. Maar ik heb gelukkig al zelf eten, dus dat scheelt. En ja, wacht. Ik ga alleen even terugbellen. En dan hoor ik of ze genoeg hebben of niet. Nou, het is inderdaad miscommunicatie geweest. En ze hadden iets besteld. Ik dacht, weet je, nou, ik heb toch eten in huis. Eigenlijk moet hij vandaag of morgen op. Nou, dan heb ik tijd om vandaag te eten. Dat ik lekker voor elkaar wil. Zat er lekker wel kapsel om te eten. Nou, eet ik in ieder geval wel gezond. Denk ik aan de lijn. Alleen even prikken en dan ga ik lekker eten. Oh, ik vind het eigenlijk niet zo erg. Ik lig er niet wakker van eigenlijk. Oh, maar wat zat ik te stressen. Eigenlijk net. Maar ja, het is allemaal gelukkig opgelost. En ja, nu maar lekker doen met deze eten opwarmen. Nu moet ik alleen even wat pakken. Lang niet helemaal over moet. En dan ga ik verder met editen, want ik ben daar zo dadelijk lang mee bezig. 5 minuten dacht ik. Ja, nee, 6. 6 minuten. Gelukkig duurt dat niet zo lang, dat scheelt. Want ze zei, ja, je kan ook even een pasje meekrijgen en dan bestellen. En ik dacht, ja, ik heb eten staan in die 5 minuten klaar. Dus dat is veel beter dan nog een heel lang tijd te wachten. Dat ga je even geen behoefte aan. Om eigenlijk te wachten. Dus vandaar. Maar ik ga even snel vlog edit afmaken. Oh, wat zat ik te stressen. Dat ik het niet afkrijg. Maar gelukkig, ik heb hem weer. Ik ga hem even lekker afmaken. Mijn eten is lekker opgewarmd. Die staat eigenlijk hier zo. Daar ga ik ervan genieten. Lekker van smullen. Dus tijd even YouTube kijken. En daarna echt snel mogelijk met een vlog afmaken. En dat ga ik sowieso ook doen. Maar eerst eten. En daarna lekker afmaken mijn vlog. Dus lekker YouTube kijken naar Enzo. En dan vlog afmaken. Gelukkig, en dan zet ik even iets uit. Wat zachter geluid. Is er alles gelukt. En ben ik nu iets heel super tof aan renderen. Dat is de extra video. Dat gaan jullie zien om 3 uur. Morgen. Morgen. En dan ga ik nu lekker klaarmaken om lekker naar bed toe. Nou, nog niet slapen. Ik wou zeggen. Oh, is het nu 9 uur. Maar wat ik wel vast ga doen is even licht aan en even rolgordijnen daar zo even dicht doen. Want morgen moet ik heel vroeg weer op om te werken. Waar ik eigenlijk totaal geen behoefte aan heb. Maar ja, het is niet anders. En laten we maar klaarmaken om naar bed toe te gaan. In ieder geval is het lekker rolgordijnen dicht. En wat ik ook voordat ik nu even ga doen is lekker ijsje pakken. Oh, best wel wat aardig van op. En lekker gegeten. Dat was lekker bloemkool met aardappels en worstje.
En ik heb zoveel zin in deze weekend die nu aankomt. Want ik ga binnenkort deze weekend weg. En waarheen? Dat is, gaan jullie ook nog allemaal zien. Maar ja, nu even lekker naar kippensoepje kijken. Van GTA, wat hij aan het spelen is. En dan ga ik dingen achter de computer klaarzetten. En nu maar relaxen. En even bijkomen van de hele middag. Helemaal te stress helemaal. Zo, ik ga lekker klaarmaken om te slapen. Het is nu al 10 uur. Ik dacht, eetje, rond die tijd wil ik een beetje proberen gaan slapen. Ik zet alleen alle vlogstukjes in op mijn computer. En ga klaarmaken om te slapen. En het is nu precies 10 uur geweest. Het is mooi geweest. Morgen weer een dag. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe het sowieso even duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof vinden als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers in Groningen vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Station te gaan.